Veel paragrafen van hoofdstuk 8 die sluiten bij elkaar aan. Paragraaf 8.3 gaat eigenlijk ook gewoon verder waar paragraaf 8.2 is gestopt. In 8.2 ging het over de opkomst van die politiek-maatschappelijke stromingen zoals het liberalisme en het socialisme. En eh, hier gaat het eigenlijk om een, ja, een verdere uitwerking zou je kunnen zeggen van eh, die nieuwe politieke verhoudingen die er komen in de 19e eeuw in West-Europa. En deze paragraaf gaat dan ook over de voortschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politiek proces. Nou ja, het lijkt me dus duidelijk politiek proces, dat heeft dus te maken met politiek. En daarnaast gaat het ook om de verhoudingen binnen de bevolking. Um, heel simpel gezegd gaat deze paragraaf gewoon over de vraag wie mag er stemmen en wie niet. En we zullen zien dat dat gedurende deze paragraaf, gedurende de 19e eeuw dus eigenlijk gaat veranderen. Maar eerst even terug naar uh, hoofdstuk 7, naar de tijd van de democratische revoluties. Daarin werd uh, de macht van de koning beperkt. En kreeg de bevolking via een parlement steeds meer te zeggen. Dat zagen we bij de Franse Revolutie gebeuren. En dat zien we ook in Nederland gebeuren bij de Bataafse Revolutie bijvoorbeeld. Maar als er een einde komt aan die Franse Revolutie en de daaropvolgende tijd van Napoleon. Dan uh, wordt alles eigenlijk weer omgedraaid. Na 1815, als Napoleon definitief verslagen is. Uh, nemen veel vorsten de macht weer in handen. Er vindt een restauratie van de macht van de vorsten plaats. Dit zagen we in het vorige filmpje over paragraaf 8.2. Ook al even, maar dat is hier ook van belang. Want nu gaan we daar iets dieper op in. Want ja, die vorsten die pakken dan wel zoveel mogelijk macht terug. Maar wat vindt de bevolking er eigenlijk van? Want die hadden toch juist zo hard gestreden om meer inspraak te krijgen. Willen ze dat nu dan ineens niet meer of zo? Nou ja, daarover gaat dus deze paragraaf. En deze paragraaf gaat in principe vooral over de situatie in Nederland. Maar de situatie in Nederland is heel erg vergelijkbaar met de landen om ons heen. Maar goed, we gaan eens dus even kijken naar Nederland. En in 1815 is dit het Koninkrijk der Nederlanden. En je ziet dat uh, dat land veel groter is dan het huidige Nederland. Er vallen ook het tegenwoordige België en Luxemburg nog onder. Al komt daar in 1830 alweer een einde aan. Maar goed, in 1815 is er dus het Koninkrijk der Nederlanden. En dat wordt dan een constitutionele monarchie. En dat is een belangrijk begrip en dat verdient misschien enige toelichting. Um, het is dus een land met een constitutie. Oftewel een grondwet. En het is een land met een monarch aan het hoofd, oftewel een koning. En die koning is Koning Willem I. En dat is een voorloper van ons huidige koningshuis. Heeft die koning dan ook weer heel veel macht gekregen, zoals we erboven ook al zagen? Wordt zijn macht dan ook gerestaureerd? Ja, in zekere zin wel. Die koning heeft heel veel te zeggen. Want er blijft wel een parlement. Maar dat kan die koning zelf ontbinden. Als het parlement het niet met hem eens is, dan kan hij dat parlement gewoon naar huis toe sturen. Bovendien uh, benoemt die koning zelf de leden van de Eerste Kamer. En daarnaast benoemt die koning ook zelf zijn ministers. En ook die kan hij weer uh, zelf ontslaan als hij dat wil. Hij heeft dus heel veel macht in handen. En ja, bovendien, als hij het niet met uh, de ministers eens is, uh, of als het parlement het niet met hem eens is, dan kan de koning ook nog altijd koninklijke besluiten nemen. Dat is in de grondwet opgenomen. En uh, nou ja, dat zijn eigenlijk gewoon wetten die hij zo door kan voeren. Zonder dat hij daar met iemand anders over hoeft te overleggen. De koning heeft dus heel veel macht. En de bevolking heeft eigenlijk nauwelijks echt inspraak in het bestuur. En dat is in heel veel landen zo. En in heel veel landen groeit dan ook uh, de, de ontevredenheid, eigenlijk onder de, de, vooral het liberale deel van de bevolking. En uh, nou ja, dat komt in 1848, een jaar waarin het sowieso niet echt goed gaat in Europa vanwege allerlei hongersnoden. Ja, komt dat tot een uitbarsting. 1848 is echt een revolutiejaar. In allerlei grote steden zoals Parijs, Berlijn en Wenen komt de bevolking in opstand tegen het heersende gezag. En daar schrikken de Europese vorsten van. En dan zien ze in dat er iets moet veranderen. In Nederland blijft het relatief rustig, maar uh, de koning op dat moment, Koning Willem II. Die heeft wel zoiets van: hmm, misschien moet ik toch ook maar iets liberaler gaan regeren. Misschien moet er hier toch ook maar iets veranderen. Hij is bang dat er in Nederland ook een opstand uit zal breken en dat wil hij voorkomen. En daarom doet hij een beroep op Johan Rudolf Thorbecke. Een liberaal die, uh, die zit in de Tweede Kamer en die al vaker heeft gepleit voor een uh, wijziging van de grondwet, voor meer democratie. En Willem II geeft Thorbecke de opdracht om een nieuwe grondwet te schrijven. En Torbeke gaat het bestuur moderniseren. En dat uh, is nog steeds de basis eigenlijk van ons huidige politieke bestel. Zo was het systeem dus. En Torbeke zegt: dat moet anders. Dat kan echt niet meer. Nou ja, wat gaat hij doen? Uh, daar gaan we zo eens even naar kijken. Maar misschien is het dan nog even goed om even snel in te gaan op uh, wat nou precies het verschil is tussen een volksvertegenwoordiging en een regering. Uh, de regering. Dat zijn uh, tegenwoordig de uh, ministers en de staatssecretarissen. En die staan uiteindelijk nog altijd onder uh, het hoofd van, uh, ja, in ons geval dus, de koningin. En een regering die maakt de wetten en die zorgt ervoor dat die wetten ook uitgevoerd worden. En het parlement de Eerste en de Tweede Kamer. Dat is de vertegenwoordiging van het volk en die houden namens uh, het volk houden zij toezicht op de regering. Zij controleren de regering en zij spreken de regering aan op het moment dat die uh, of verkeerde wetten dreigen te maken of de wetten niet goed uit laten voeren. Dus dat is het verschil. Ministers en koning zitten in de regering. Eerste en Tweede Kamer zitten in het parlement of in de volksvertegenwoordiging en die controleren dus de regering. Oké. Okay. Wat doet Thorbecke dan precies in die grondwet? Wat past die aan? Nou ja, gaan we eerst maar eens naar die centrale figuur van die koning kijken, die zoveel macht had. Die macht die wordt eigenlijk ingeperkt. De koning die blijft wel lid van de regering, maar hij wordt onschendbaar verklaard. Hij kan niet meer de schuld krijgen van een uh, verkeerd besluit van de regering. Op zich mooi zou je natuurlijk zeggen: dat maakt die koning alleen maar sterker. Maar dat is niet zo, want Thorbecke verschuift heel slim de verantwoordelijkheid en dus eigenlijk ook de macht binnen de regering naar de ministers. Hij geeft de ministers namelijk ministeriële verantwoordelijkheid. Voortaan wordt de minister verantwoordelijk over een wet die er wordt aangenomen en de manier waarop die wordt uitgevoerd. En de feitelijke macht wordt dus weggehaald bij de koning en wordt bij de minister neergelegd. Oké, okay, dat is dus één manier waarop de macht van de koning wordt ingeperkt. Maar tegelijkertijd wordt ook uh, de macht van het parlement van de volksvertegenwoordiging vergroot. Uh, en in dat parlement, dat, ja, dat bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer. Eerst was het zo dat die Eerste Kamer uh, rechtstreeks door de koning benoemd werd. Nu is dat niet meer zo. Nu worden de leden van de Eerste Kamer gekozen door de leden van de provinciale staten. En die leden van die provinciale staten, op hun beurt, die zijn weer gewoon gekozen door de burgers. Hier heb je dus te maken met getrapte verkiezingen. De koning heeft dus geen invloed meer op de samenstelling van de Eerste Kamer. Hoe zit dat dan bij de Tweede Kamer? Nou, die Tweede Kamer die wordt voortaan direct gekozen door de burgers met kiesrecht. En niet zomaar kiesrecht. Torbeke legde in zijn grondwet censuskiesrecht vast. En dat is kiesrecht op basis van de hoeveelheid uh, belasting die men betaalt. En daar zullen we zo even iets meer op ingaan. Daarnaast. ...kreeg de Tweede Kamer nu ook het recht om uh, eventueel ministers te ontslaan, als zij niet goed functioneerden. En dat gedeelte wordt dus ook bij de koning weggehaald. Dus de koning krijgt veel minder macht en uh, de uitvoerende macht wordt veel meer bij de ministers gelegd... ...en ook krijgt het parlement steeds meer uh, macht om de regering goed te kunnen controleren. Oké, okay, dan nog wat andere dingen die uh, Torbeck in de grondwet vastlegde, die later ook nog van belang zullen zijn... Uh, een grondwet bestaat uit vrijheden, en er stonden al allerlei vrijheden in de grondwet, zoals bijvoorbeeld de vrijheid van drukpers. Maar Thorbecke voegde daar twee heel belangrijke vrijheden aan toe: namelijk de vrijheid van onderwijs en de vrijheid van vereniging en vergadering. De vrijheid van onderwijs hield in dat iedereen uh, een school op mocht richten als hij dat zou willen, en de vrijheid van vereniging en vergadering hield in dat iedereen een vereniging op mocht richten als zij daar uh, behoefte aan hadden. En hiermee lijkt alles dus een stuk democratischer te zijn dan voor 1848. Maar de vraag is, hoe democratisch was dat hele uh, nieuwe staatsbestel eigenlijk dat onder Thorbecke tot stand kwam? En daarbij moeten we dus eerst eens even goed gaan kijken naar wie er nou eigenlijk echt invloed heeft op de samenstelling van het parlement en de samenstelling van de regering. Oftewel, wie mag er stemmen en vooral wie niet. En dan komen we dus terug bij dat censuskiesrecht. kiesrecht. Kiesrecht op basis van de hoeveelheid belasting die je betaalt. En Thorbecke deed dat expres. Alleen mannen die voldoende belasting betaalden mochten stemmen. En ja, op die manier wilde hij eigenlijk het kiesrecht beperken tot burgers die zelfstandig en rationeel konden oordelen. En hij noemde dat zelf het verlichte deel der natie. Oftewel, Thorbecke vond dat er wel een beetje slimme mensen moesten stemmen. En dat waren in zijn ogen mensen die ook het meeste geld verdienden. Want als ze arm waren geweest, waren ze vast ook niet zo slim geweest. Is er dan sprake van democratie? Nee, eigenlijk niet echt. Want als we even de uh, bevolkingspyramide er weer bij pakken, die we ook al in de vorige paragraaf hebben gezien, dan zullen we nu eens gaan kijken hoeveel procent van de bevolking er in 1848 mocht stemmen. Nou ja, dat was dat gedeelte daar linksboven in de piramide. Dat is dus niet zo heel veel. Je ziet ook dat uh, die driehoek in twee is gedeeld. En het waren dan ook alleen mannen uit de gegoede burgerij die mochten stemmen. Vrouwen hadden sowieso geen stemrecht. Dus nogmaals, is dat democratisch? Nee, niet bepaald. En dan komt er dus een heel proces van democratisering op gang. De titel van de paragraaf. En democratisering wil het volgende zeggen: de groei van de invloed van de bevolking in politiek en samenleving door uitbreiding van het kiesrecht. Er kwamen allerlei groepen die gingen strijden voor de uitbreiding van het kiesrecht. Zij vonden dat meer mensen moesten kunnen stemmen. En de twee belangrijkste groepen, die kwamen ongeveer vanaf 1870 op, dat waren de linksliberalen, de vooruitstrevende tak van de liberalen in Nederland, en de socialisten, die opkwamen voor de arbeidersklasse. Nou ja, en zij vonden dat het kiesrecht uitgebreid moest worden, maar dat gaat heel lastig, want daarvoor moest de grondwet gewijzigd worden. Maar onder druk van de linksliberalen en de socialisten kwamen er uiteindelijk wel kiesrechtuitbreidingen. Zo werd in 1887 bijvoorbeeld die belastinggrens verlaagd. En uh, gebeurde dat later nog een keer, in 1896. En dan zie je dus dat al een groot deel van de mannen in Nederland mag stemmen. Maar goed, de vrouwen dus nog steeds niet. En dan zie je dus dat vanaf 1900 ook de feministen van zich gaan laten horen. De vrouwen die opkomen voor het vrouwenkiesrecht. Zij vinden dat zij gelijk behandeld moeten worden ten opzichte van de mannen. Nou ja, en de maatschappelijke druk om het kiesrecht verder uit te breiden, die wordt steeds groter en groter. En uiteindelijk leidt dat in 1917 tot de pacificatie. Pacificatie wil zoveel zeggen als het sluiten van vrede. Er wordt op een aantal belangrijke politieke gebieden, wordt er vrede gesloten tussen verschillende partijen in Nederland. En een van die uh, politieke gebieden is die kiesrecht kwestie. In 1917 komt er namelijk algemeen mannenkiesrecht. Alle mannen in Nederland mogen nu stemmen. Daarnaast krijgen ook die feministen hun zin, tenminste voor een deel. Want in die grondwetswijziging van 1917 wordt ook vastgelegd dat er passief vrouwenkiesrecht komt. En passief vrouwenkiesrecht wil zeggen dat vrouwen nog niet zelf mogen stemmen, maar dat er al wel op vrouwen gestemd mag worden. En ja, zeg je dan misschien dat schiet natuurlijk niet echt op, want die mannen die gaan natuurlijk nooit op vrouwen stemmen. Nou ja, dat klopt voor een deel ook. In 1918 zijn de volgende verkiezingen en dan komt er één vrouw in de Tweede Kamer. De rest zijn allemaal nog mannen. Maar na die verkiezingen volgt er een nieuwe grondwetswijziging in 1919 en dan krijgen de vrouwen ook actief kiesrecht. Dan mogen zij dus ook stemmen en dat betekent dat er dan dus ook algemeen vrouwenkiesrecht is. En in 1919 is het hele proces van democratisering dus volledig voltooid. Er is sprake van 100% stemrecht.